Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 23 juli. We staan aan het begin van een reeks tropische dagen, want de temperatuur loopt de komende dagen op de meeste plaatsen op tot boven de 30 graden. Het is zonnig vandaag en vanochtend is het nog zo'n 21 tot 23 graden. Er staat een zwakke wind uit het zuidoosten. Vanmiddag stijgt het kwik naar 30 tot 34 graden. De wind aan zee die komt dan wel vanaf het water en dat betekent dat daar enige verkoeling gaat komen. Ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 25 graden. En de minima vannacht die liggen ook waarschijnlijk rond de 19 graden en in stedelijk gebieden zelfs boven de 20 graden. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag. De temperatuur ligt smiddags tussen de 34 en 37 graden en ik sluit niet uit dat op een enkele plek al de 38 graden in het zuiden wordt gehaald. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig. Donderdag wordt de warmste dag van de week. 35 tot 38 graden kan het worden, mogelijk in het zuiden lokaal zelfs 39 graden en dat zou een record zijn. De wind die blijft uit het zuidoosten waaien. Vrijdag ook nog een tropische dag. Vanaf zaterdag wordt het wisselvalliger en neemt de kans op een paar gebouw je toe.